De resultaten van het landelijk onderzoek geweld tegen kinderen in Suriname is vanmorgen gepresenteerd in een symposium in de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR. De opdracht is gegeven door de Nationale Assemblée en het project is gefinancierd door de UNICEF. Het onderzoek is gedaan op 75 scholen bij zowel leerlingen als ouders in alle 10 districten. Volgens projectmanager Julia Terborg is het onderzoek niet het eindpunt, maar slechts een instrument dat gebruikt moet worden voor verandering. Terborg geeft aan wat kinderen zelfs vinden van geweld. Ingeregistreerd geweld is slechts het topje van de ijsberg. De omvang van jaarlijks lichamelijk geweld met verwondingen is geschat op 5000, terwijl seksueel geweld rond de 8000 bedraagt. Meeste geweld in gezin, onderdeel van de opvoeding, sociaal geaccepteerd door ouders en kinderen. Getuigen zijn van huiselijk geweld, een van de belangrijke vormen die kinderen ervaren. We hebben de factoren gezien. Factoren. Er is dus veel diversiteit. Positieve aandacht. Waar ik nog even stil bij wil blijven staan is dit. Registratie van seksueel geweld. Dat moet echt verbeteren. Moet echt verbeteren. De spoedeisende hulp doet een heleboel. Terborg benadrukt dat monitoring ook belangrijk is. Het is jammer dat de resultaten van het onderzoek niet worden geanalyseerd en verstrekt aan beleids- of hulpinstanties. Het onderzoek bij de ouders heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de moeders, omdat de kinderen hebben aangegeven dat ze meer door hun moeder worden geslagen. Ook is onderzocht waarom ouders ervoor kiezen om een kind te slaan of te straffen. Dus wat we zien is dat ouders wel die intentie hebben om niet gewelddadig op te voeden. En dat is wel een positief uitgangspunt waar we mee aan de slag moeten. Wanneer het gaat om het melden van seksueel geweld, dan zien we dat eigenlijk alle volwassenen seks tussen volwassenen en een kind afkeuren. Dat is dan gedwongen seks. Want ook hier, als het kind het zelf wil, toch? En als ze aanleiding geeft met een gedrag en kleding, dan vraagt ze erom. Die opvatting zien we nog heel veel. Praten over seks is moeilijk met je kind. Het zwijgen bij seksueel geweld heeft vaak te maken met het feit dat ze niet willen bemoeien in privézaken. Vooral wanneer het gaat om kleine gemeenschappen, om dingen die in families gebeuren. Bevestigen wat we eigenlijk al weten. Ouders zijn voorstanders van niet gewelddadige discipline. Ze zijn voorstander van seksuele opvoeding op school. En wat we zien is dat ze toch verwijzen ook naar voorlichting en bewustwordingsactiviteiten. Als ze het hebben over niet meer slaan. Dus wij denken dat het wel invloed heeft. Alleen we moeten er verder mee en we moeten het intensiever en we moeten het gewoon systematischer. Dat is dus Julia Terborg, projectmanager van het onderzoek geweld tegen kinderen in Suriname. Ze sprak vanmorgen tijdens een symposium over de resultaten van dit onderzoek. Het symposium is gehouden in het IGSR-gebouw.